Wij willen graag doorgaan met Eiburg 2. Vanochtend hadden we het erover in de commissie. Er is natuurlijk veel somber. En met betrekking tot de woningbouwprojecten, sommige gaan niet door. Maar we willen graag doorgaan met Eiburg 2. Niet in het oude grote plan, maar in een kleiner deel het zand opspuiten. Bijvoorbeeld 45 hectare. Dan is het ook goedkoper dan bijvoorbeeld het Zeeburger Eiland wat er vlakbij ligt ontwikkelen. En we willen wel dat de risico's goed gedekt zijn en dat het een positieve saldo oplevert. En we willen er een woonmilieu maken wat niet hele hoge dichtheden heeft, maar wat meer ontspannen is. Meer grondgebonden woningen, veel ruimte voor particulier initiatief. En het is ook van belang omdat in 2015 het bestemmingsplan afloopt en het dan misschien helemaal niet meer kan. Dus laat van uitstel geen afstel komen. Gewoon doorgaan met Eiburg 2.